Er hangt een vreemde sfeer op het Schoonverdiep. De kabinetten van de SPA-schepenen en van afscheidnemend burgemeester Patrick Janssens zijn zo goed als verlaten. De kuisploegen maken alles netjes om er de nieuwe bestuursploegen te kunnen laten intrekken. De N-VA die zoekt momenteel nog volop nieuwe medewerkers. Dat doet ze via open sollicitaties. Ik weet dat er in andere kringen nogal smalend is overgedaan over het feit van haha, ze vinden zelf geen personeel. Nu, ik denk dat het juist goed is dat je buiten je eigen partijkringen gaat kijken naar mensen die al jarenlang in de velden, die dat wij nu moeten gaan bezetten in de zin van die bevoegdheden die dat we hebben, dat die daar expertise in hebben en dat die ook een meerwaarde zouden kunnen betekenen op het kabinet. De N-VA gaat voor haar nieuwe medewerkers vooral op zoek naar mensen met ervaring. Dat hoeft niet per se in de administratie te zijn, maar je hebt er natuurlijk buiten ook mensen die ergens anders hebben gewerkt, maar die wel bijvoorbeeld met inburgering, dat is nu een concreet dossier dat bij mij zit, wel heel veel ervaring hebben. Dus vooral mensen die ervaring kunnen aantonen op de beleidsdomeinen waar ik mee bezig ben. Expertise gaat dus voor op het bezitten van een partijkaart. Hoewel ook N-VA'ers welkom blijven. We hebben een heel zwaar bestuursakkoord. We hebben een aantal uitdagingen die we echt moeten trachten te verwezenlijken op die korte periode dat toch wel 6 jaar is. Ik denk dat expertise daar echt belangrijker is dan gewoon een lidmaatschap van een partij. Maar als je beiden hebt natuurlijk, des te beter. Ja. Je hebt natuurlijk ook wel loyale mensen nodig die 6 jaar mee aan de kar willen trekken. Ja, maar ik ga ervan uit en ik hoop dat het ook andersom geldt. Ik geef iedereen die in de administratie en in de diensten werkt het voordeel van de twijfel. Ik ga ervan uit dat zij neutraal zijn. Ik hoop dat zij dat dan ook van ons denken. Nog 5 nachten slapen en dan kan de nieuwe bestuursploeg van Bart Wever echt aan de slag gaan.